Hubert Bruls ontvangt koninklijke onderscheiding. Stadsbrug de Oversteek staat vandaag 10 jaar op zijn plek. En Andels herdenkt militaire Nederlands-Indië. Volgende week, vlak voor Koningsdag, vindt de jaarlijkse lintjesregen weer plaats. Burgemeesters mogen dan aan verschillende inwoners van hun gemeente een koninklijke onderscheiding uitreiken. Voor burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen kwam deze dag net iets eerder. En voor hem ook in een onverwachte vorm. Woensdagavond kreeg hij namelijk zelf een onderscheiding uitgereikt. Hij mag zich nu officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Enkele maanden geleden werd de burgemeester al voorgedragen voor deze onderscheiding. Toch hebben zijn medewerkers dit goed geheim weten te houden en voelde hij pas nattigheid toen hij woensdagavond zijn kantoor uitliep. Zijn gezin stond hem op te wachten en een volle zaal met collega's en bekenden stond gereed voor de uitreiking. Daarom voel ik mij ook persoonlijk bijzonder vereerd dat ik mag meedelen dat Zijne Majesteit koning Willem-Alexander het heeft behaagd om jou, Hubertus Maria Franciscus Bruls, te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. En ik vind het een eer dat jouw officier ze daarbij mag opstellen. Dank. Nou ja, in een flits ging door me heen al de honderden mensen die ik zelf in al die jaren een onderscheiding mocht geven. Wat voor een blije verrassing het is en hoe je dan voelt. En het is de combinatie van verrassing en enorme eer. Ik vind het echt een enorme eer om zo onderscheiden te worden. Ja. Nou, het is eigenlijk een eerbetoon, in dit geval aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Er is ook een hele lange weg te gaan voordat je een koninklijke onderscheiding krijgt. En eigenlijk je verdiensten als je officier wordt, want dat is de burgemeester Hubert Bruls geworden, dan moet je wel uitzonderlijke verdiensten hebben. En die zitten bij hem vooral op natuurlijk de crisis besturen, tijdens crisissen besturen. Daar ook het Nederlandse bevolking in meenemen in de besluiten die genomen worden. Dat is één. En twee is dat hij ook nog internationaal actief is, onder andere in het grensregiogebied Noord-Rijn-Westfalen. En natuurlijk nog een hele hoop andere verdiensten. Maar dat hij officier is geworden heeft vooral met deze twee dingen te maken. Had u het verwacht? Nee. Ik ben net als al die anderen toch met geniale trucs en listen hierheen gekomen om het mond van de moeder foto genomen worden. Ik had totaal niet verwacht. Pas eigenlijk toen boven iemand tegen me zei, je mag nou niet naar beneden. Nou, dat zeggen er niet heel veel hier, hoor. Ik denk, waarom mag ik nou niet naar beneden? Hiervoor dus, geweldig. Hoe was dat om zo lang op de tong te moeten bijten? Nou, dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Wij kunnen heel goed geheimen bewaren. Dat zijn we natuurlijk wel gewend, hè, met Hubert. En we spelen onze rol. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus het ging heel goed. Het onverwachte vaak voor mensen, bij in dit geval de burgemeester van Nijmegen, was precies hetzelfde geval. Hij wist van niets en het is altijd een feest om dat te zien. En ja, wij kennen elkaar natuurlijk persoonlijk. En dan is het wel heel, heel mooi om dat te mogen doen. Het is feest. Het is namelijk vandaag precies 10 jaar geleden dat de stadsbrug de Oversteek werd ingevaren. De Oversteek is de brug die de Waalbrug moest ontlasten. Voor sommige mensen staat deze brug nog steeds bekend als de Nieuwe Brug. Maar ja, zo nieuw is hij inmiddels dus niet meer. Het was een hele happening. Meer dan 2500 mensen hebben eraan meegeholpen. En op de dag dat hij geplaatst werd, waren ook duizenden mensen die de plaatsing van de brug met eigen ogen wilden zien. Maar een brug van dit formaat staat er niet zomaar. Er zijn natuurlijk allerlei overleggen die je doet en dat begint met het ontwerp. Dan in het begin ben je vaak nog bezig op een ander werk en dan begint dit. En dan vraagt zo'n ontwerper van Sjoerd, wil je eens meekijken? En hoe zou je dit oplossen? Hoe zou je dat oplossen? Er zijn een heleboel eisen meegegeven vanuit de gemeente. Dus nou, zo maak je gezamenlijk een ontwerp. En zodra dat goedgekeurd is, dan kan je dus overgaan tot de uitvoering. Dan krijg je gewoon een aantal disciplines. Eentje is er eentje voor het beton, één voor de staal, maar ook één voor het ontwerp en één voor de voorbereiding. En dat is gewoon helemaal opgesplitst, zodat je alle onderdelen van zo'n brug
snel kan realiseren. Want vergeet niet dat die brug eigenlijk in 3 jaar tijd van opdracht is hij ontworpen en gerealiseerd. Dat is natuurlijk een heel snelle periode. Hè? De brug is in een kort tijdbestek gerealiseerd. Daar was dus heel veel mankracht voor nodig. En dat moet allemaal in goede banen worden geleid. Je doet weer van, zeg maar, het groepje van de staalbouw, het groepje van de betonbouw, het groepje van het grondwerk. Daar haal je allemaal de specialisten uit en die laat je samen die planningen maken. Mensen die echt verstand hebben van werk en die betrokken zijn. Nou ja, dan ga je mee in overleg met de gemeente of zij dan ook daarin mee kunnen gaan met op tijd zeg maar, de documenten te keuren. Nou ja, dat is dus gewoon heel veel overleg. Dan krijg je gewoon allemaal zo'n tussentijdse mijlpalen die je gehaald moet hebben. He, dus zeg maar ontwerp gereed binnen een jaar. Dan moet je alles besteld hebben binnen 2 maanden. En dan moet je zeg maar de onderbanen klaar hebben binnen een jaar. Nou, zo maak je dat al. Dat is heel veel afstemming. Er is elke 5 jaar nog een reunie met alle bouwers. En die bouwers zijn nog steeds heel trots op het eindresultaat. Ja, en zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Ook na 1945 werden er nog Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië gestuurd om te vechten. In Andels werden de slachtoffers onder hen vandaag herdacht. De dienst speciale interventie van de politie is woensdagavond in actie gekomen in de Kouwenbergstraat in Nijmegen. Daar stond een verwarde man in een raamopening op de 2e verdieping van een pand. De dienst staat klaar om te abseilen om zo in te kunnen grijpen of te kunnen voorkomen dat de man naar beneden springt. Uiteindelijk wordt de man binnen luidschreeuwend overmeesterd door de politie. De NS laat weten dat zij op woensdag 3 mei een nieuwe piano gaan plaatsen op station Nijmegen. De huidige piano, die een tijdje geleden is geschonken door zanger Benny Solo, zou niet meer het juiste geluid produceren en niet meer te repareren zijn. Benny Solo plaatste de piano nadat de vorige vernield was. De huidige piano wordt weggegeven aan diegene die de beste motivatie geeft om hem te willen hebben. In Andels werden vanmiddag de militairen herdacht die tussen 1945 en 1950 naar Nederlands-Indië zijn gestuurd om te vechten. De herdenking vond plaats bij het Indiëmonument op het Europaplein. Hier zijn de 6 slachtoffers uit de voormalige gemeente Valburg herdacht die zijn gesneuveld tijdens deze missie. De herdenking is georganiseerd door de Clara Fabricius School. Ik vond het een waardige herdenking. En ja, zo mooi dat er nog veel mensen zijn. Ook mensen die echt als nabestaanden hier zijn. Mensen die zelf met vrienden daar geweest zijn. En mensen daarachter hebben gelaten. Ja, en dan is het zo mooi om met kinderen deze herdenking met elkaar te maken. Ja, want we hebben het samen met groep 8 is deze herdenking tot stand gekomen. De organisatie van de herdenking is gedaan door de Clara Fabricius School. Voor de school is dit erg mooi om te doen, aangezien dit voor hen een mooi iets is. Bij de organisatie zitten zowel pluspunten als minpunten. Nou, de organisatie op zich valt allemaal wel mee, qua hoeveelheid. Maar het is wel heel mooi om te doen. De kinderen zijn er van begin af aan bij betrokken. Wat wij wel altijd heel moeilijk vinden is, wij sturen altijd de adreslijst mensen toe. En er vallen altijd mensen af, mensen die overlijden. En dat vinden we altijd heel verdrietig. En dat vinden we altijd heel moeilijk. Maar ja, mensen die berichten ons daarover. En dat gaat altijd vol respect. En mensen zeggen altijd van, wat ontzettend mooi om dit met elkaar te mogen en kunnen beleven. De 6 soldaten die herdacht worden komen uit de omgeving van Andelst. De plek waar de herdenking is gehouden. Het is voor altijd belangrijk om deze strijders te herdenken. Het is gewoon heel erg belangrijk. Deze mensen zijn geroepen. Zij werden geroepen. Het staat ook op het monument. En daarvoor is het zo ontzettend belangrijk dat deze jongens, die er zelf niet om gevraagd hebben, wel herdacht worden. De school organiseert deze herdenking al heel veel jaren. En zijn hier in de toekomst ook zeker van plan om mee door te gaan. Nou, we hebben het natuurlijk nu al 35 jaar georganiseerd. Ja, en ook volgend jaar, als het aan mij en ook als het aan de school ligt, zullen we dit weer blijvend organiseren. Ja, dan kijken we even naar de sociale media. De gemeente Nijmegen laat weten dat op de Sint-Annestraat wegwerkzaamheden zullen zijn tussen 23 april en 26 mei. De werkzaamheden zijn ter hoogte van het tankstation Esso en hierdoor zijn er minder rijbanen beschikbaar.
De gemeente gaat op dit punt fietspaden verbreden ten koste van het trottoir. De aansluiting op de Tijmstraat wordt verbeterd en er komt nieuw asfalt. En de gemeente Druten is deze week van start gegaan met het project Druten 2040. Daarmee wordt gewerkt aan de toekomstvisie voor de gemeente. Er komt in te staan wat voor gemeente Druten in 2040 wil zijn. Inwoners wordt gevraagd hierover mee te denken. Ja, een boerenclub ZLTO en Stichting Vierdaagse Feesten hebben een 5-jaar samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin worden onder meer afspraken gemaakt rondom duurzaamheid, lokale catering en klimaatneutrale Vierdaagse Feesten. Op het Nijmeegse Stadseiland werden vanochtend de handtekeningen gezet. Ja, wij vinden het belangrijk dat wij invulling kunnen geven aan al onze duurzaamheidsambities. En één daarvan is ook gewoon de uitstoot van CO2 verminderen. Uiteindelijk doen we ontzettend onze best om zo min mogelijk uit te stoten. Maar dat wat we niet kunnen reduceren in uitstoot, willen we graag compenseren. En dan is het hartstikke mooi dat we dat in een samenwerking met de boeren kunnen doen. Die ook hun nek uitsteken om CO2 op te vangen. En als we dat dan ook nog eens een keer doen met boeren uit de regio van Nijmegen, ja, dan is het win-win-win. Er is goed nagedacht over deze overeenkomst. Er is ook een goede reden dat er niet voor 1 jaar samenwerking, maar voor 5 jaar samenwerking is gekozen. Op deze manier krijgen ook de boeren continuïteit. Ja, als je een overeenkomst aangaat, en zeker rondom dit thema, dan kun je niet ieder jaar zeggen van we kijken of we doorgaan of we trekken de stekker eruit. Dan moet je ook de boeren enige continuïteit kunnen geven in het kunnen opvangen van die CO2 en daar een contract onder leggen. En voor ons is het ook belangrijk dat we het ergens ook die CO2-uitstoot kwijt kunnen. En dat het ook meerjarig tot plannen kunnen komen. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om 5 jaar hier aan de slag mee te kunnen gaan. Maar voor de boeren ook. Maar het is belangrijk dat ZLTO en Stichting Vierdaagse Feesten de komende 5 jaar partners zijn. Dat is volgens Job dan ook de belangrijkste afspraak die ze hebben vastgelegd in de overeenkomst. Ja, ik denk dat de belangrijkste afspraak uiteindelijk is dat we gewoon tegen elkaar zeggen, de komende 5 jaar zijn we partners en gaan we werken aan al deze ambities. En gaan we kijken hoe ver we kunnen komen om de Vierdaagse Feesten aan de ene kant duurzamer te krijgen. En aan de andere kant ook aandacht te kunnen vragen voor alles wat waar de boeren mee bezig zijn rondom Nijmegen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En uiteindelijk vullen we dat in door allerlei afspraken te maken over allerlei ambities en uitstootvermindering, et cetera. Die ook ontzettend belangrijk zijn, maar gewoon het commitment naar elkaar toe vind ik het belangrijkste. Stichting Vierdaagse Feesten is erg blij dat deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend. Job benadrukt dat het goed is dat ze samen tot een akkoord zijn gekomen. Absoluut, anders had ik ze niet ondertekend. Dus dat betekent dat wij gewoon heel, heel blij zijn met deze 5-jarige overeenkomst. En ik denk dat we er met elkaar heel goed uit zijn gekomen. Dus absoluut tevreden. Ja. Ja, dan het weer. Het was vandaag met 10 graden de koudste dag van de week. En dat hebben we ook wel goed kunnen merken. Er stond een stevige wind en af en toe trok er ook nog een lokale bui over. Morgen gaat er helaas niet veel veranderen, behalve dat de temperatuur iets beter wordt. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Ook in het weekend blijft het erg wisselvallig. Er zijn zonnige periodes, maar het blijft ook waaien en een bui op zijn tijd is ook niet uitgesloten. Zaterdag trekt er wel wat zachte lucht ons land binnen en kan het lokaal zo'n 20 graden worden. Maar op zondag is dat alweer teruggezakt naar 14. We moeten dus nog even wachten tot die echte lente. Ja, en dit was hem dan weer, het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd op onze website terecht, rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je voor ons een nieuwstip? Geef hem dan door aan onze nieuwsredactie via redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!